De band zei in de studio dat ze blij waren om weer terug te zijn in Arnhem. Vooral wegens hun interesse voor de Tweede Wereldoorlog en de Slag om Arnhem. Daarnaast gingen hun gedachten terug naar 1995, toen ze ook wel eens mochten optreden in de stad tijdens de herdenkingen. I remember UB40 and I remember the bridge, I remember the water, I remember Walter Cronkite who narrated the story. I remember a really, I think it was, someone told me 80,000 people. I remember a huge event. En ze komen niet alleen maar even een liedje spelen. De oorlog zal een belangrijke rol hebben in hun optreden. I think it will be difficult tomorrow not to be thinking about, you know, the Second World War and the battle that took place here and obviously the lives that were lost. It's hard not to have that in your memory, you know, especially when you're looking over such an iconic bridge as well.